Laat je peuk niet alleen campagne bestaat eigenlijk uit een tweeledige strategie. Eén is communiceren en twee is faciliteren. Communiceren in de vorm van traditionele media inzetten en social media inzetten. En daarnaast gebruik maken van allerlei visuals, zoals abris, posters. Met als doel om de roker bewust te maken van het feit dat ze hun peuk niet op straat moeten gooien. De andere gedeelte, zoals gezegd, is faciliteren. Daarmee faciliteren wij de rokers middels strandzakasbakjes. En vooral de zogenaamde drop-its. De asbaktegels die zetten we op zulke strategische plekken, zodat de roker er echt niet omheen kan om daar zijn peuk in te gooien. Het effect van de campagne is dagelijks merkbaar. Je ziet dat er veel peuken in de drop-its achterblijven. Dat de opgangen veel schoner zijn, dat daar althans veel minder peuken liggen als je daar gaat zoeken. En dat mensen bekend worden met het fenomeen. En daardoor ook hun peuk op het strand waarschijnlijk beter in toom houden. Zwerfafval in het algemeen is natuurlijk een groot probleem in de Nederlandse samenleving. Dat heeft nou eenmaal zeer nadelige effecten voor milieu, voor de recreatie, voor toerisme. Maar ook voor ondernemers brengt het nou eenmaal hoge kosten met zich mee om de zwerfpeuken te verwijderen. Wij vinden dat het een collectief verantwoordelijkheidsbesef met zich meebrengt. En daarmee ook een gezamenlijke aanpak vergt om gezamenlijk de schouders onder het probleem te zetten. Wij voor het onderzoek hebben wij mensen geobserveerd. Kijken wat ze met hun peuk hebben gedaan op het strand. Gooien ze op de grond of gooien ze in de drop-it. Gooien ze in de prullenbak. Daarnaast hebben we enquêtes afgenomen. Uit de observaties blijkt dat het strand aanzienlijk schoner is geworden. De drop-its vangen erg veel peuken op die anders op de grond zouden eindigen. Daarnaast zijn de mensen die op het strand komen ook heel erg positief over de barcadera's. Ze vinden het een fijn product en kunnen daar hun peuk ook in kwijt. We hebben die drop-it gekregen en we zagen echt heel snel al dat mensen meteen hun peuk daarin achterlieten. En echt binnen no time zat het ding ook helemaal vol. Maar daarnaast propten mensen ook hun biertjes erin en hun kauwgompjes. Dus het heeft eigenlijk een werking wat meer dan alleen een peuk in die bak achterlaten, maar ook een kauwgompje. Terwijl ze die normaal gesproken ook anders op de grond gooien.